Welkom bij Iedereen kan haken. Eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken. Duimpjes omhoog, abonneren, hartstikke leuk. Vandaag ga ik uitleggen hoe je dus een beginketting maakt zonder dat jij gedraaid hebt als je een trui gaat haken. Want als je een trui gaat haken, dan heb je best wel een lange ketting, maar je zit heel de tijd van, oh, ik begin en nu is mijn ketting gedraaid. Dus we gaan beginnen, blijf kijken en tot zo! We beginnen met een opzetlus. En het gaat erom natuurlijk dat je ketting niet gedraaid is. Maar je maakt ongeveer 10 losse steken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan haal je je haaknaald eruit. En dan pak je eigenlijk het begin, de eerste steek van je ketting. En daar steek je in en dan kijk je inderdaad of je ketting niet gedraaid is en dan ga je weer verder, even kijken hoor, ja, steek je weer in en dan ga je weer verder met je losse ketting, zie je? Dus dit is je losse ketting, die is nu niet gedraaid en je gaat weer verder met je losse ketting. Zolang als dat jij hem wil hebben of dat dit nodig is, want je bent met een trui bezig of met een mouw, in ieder geval de losse ketting en die wil je nooit meer gedraaid hebben, gedraaid zien. Dus je steekt in de eerste steek in en je blijft gewoon lekker verder haken met je losse ketting en dan kan hij niet meer gedraaid zitten, want je hebt hem al in het begin meteen goed gezet. En dan ga je, als je helemaal klaar bent met je losse ketting, ik zal er nog een paar bij doen, zo, dan eigenlijk trek je gewoon je lus door de begin eerste steek en dan begin je gewoon met je drie eerste losse of eerste twee losse, net hoe dat jij jouw ketting wil beginnen en dan heb je nooit meer een gedraaide ketting, zie je? En dan kan je gewoon lekker aan je trui beginnen zonder dat je een gedraaide ketting hebt. Nou, dit was weer Iedereen kan haken. Ik zou zeggen dankjewel voor het kijken, graag abonneren, duimpjes omhoog, abonneer hieronder op mijn foto klikken en tot de volgende video. Tot ziens!